Ja, goeiedag allemaal. Opnieuw een kort filmpje van mij. Gisteren of eergisteren heb ik iets gedeeld over wees verstandig, wees moedig en wees vol van compassie. Misschien dat het kan gebeuren dat je ondanks deze oproep dat je je toch alleen voelt. Het kan toch zijn dat je contact mist of dat je hulp nodig hebt. Weet dan dat je altijd contact kunt opnemen met ons. Door even een mailtje te sturen naar de receptie of om in de ochtend te bellen naar de receptie. En dan gaan we kijken wat we voor je kunnen betekenen om je in contact te brengen met anderen. Maar belangrijk is dat je niet alleen bent. Zeker in deze tijd, we willen als gemeente willen we er voor elkaar zijn. Dus schroom niet om contact op te nemen en om een hulpvraag te stellen. Ik heb een tekst uit Matthäus 10, vers 7 en 8, waar ik graag iets over wil vertellen. Ik ga hem je even voorlezen. Het is een hele bekende tekst. Het is dat Jezus, die zendt zijn discipelen, zendt hij uit en dan geeft hij ze een opdracht. Er staat, ga op weg en verkondig, het koninkrijk van de hemel is nabij. En Jezus geeft eigenlijk vier opdrachten. En op de eerste plaats zegt hij, genees de zieken. Dan zegt hij, wek de doden op. En daarna zegt hij, maak mensen die aan huidvraat lijden rein. En de vierde is drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen en om niet moeten jullie geven. Dus Jezus die zendt zijn discipelen uit met autoriteit en gezag. En er valt niets op in deze tekst. Dus Jezus die zegt, ga erop uit en genees de zieken. En later geeft Jezus een voorbeeld, of hij geeft eigenlijk geeft hij aan, hij geeft aan, maak mensen die aan huidvraat lijden, maak ze rein. En nou kun je misschien denken van, hey, Jezus die geeft eigenlijk een voorbeeld van een genezing. Dus misschien dat Jezus denkt van, oh ja, hè, genezing, en misschien niet helemaal duidelijk, ik ga even een voorbeeld geven. Maar eigenlijk, ik denk dat Jezus iets anders bedoelt. Dus Jezus die geeft opdracht om zieken te genezen. Hij geeft ook opdracht om mensen die aan huidvraat lijden, rein te maken. Maar wat was nou het probleem met iemand die aan huidvraat lijdde? Dat was natuurlijk de ziekte, maar er kwam nog iets anders bij. Het was niet alleen maar de ziekte, maar het was ook dat iemand die aan huidvraat lijdde, dat hij geïsoleerd was. Hij kon niet meer in contact komen met andere mensen. Hij werd eigenlijk buiten de samenleving gehouden, want het was een bedreiging. En dat komt wel heel erg bekend voor op dit moment. En Jezus die zegt eigenlijk, ga erop uit en maak mensen die aan huidvraat lijden weer rein. En eigenlijk wat Jezus zegt, breng mensen weer terug in contact met de mensen die ze kennen. Breng mensen weer terug in relatie, want dat is wat ze misten. Zij konden niet in relatie leven met anderen, omdat ze aan huidvraat lijden. En ik denk juist in deze tijd, er zijn mensen die geïsoleerd raken. En ik denk onze opdracht die wij hebben, die Jezus ook tegen jou zegt, ga erop uit en breng mensen weer in contact met andere mensen. Dus als jij weet, als jij om je heen ziet van, hé, er zijn mensen zijn eenzaam. En of het nou gemeenteleden zijn of niet, ik denk juist ook de mensen bij jou in de wijk, in de straat. Die denken van, hé, misschien is die persoon wel eenzaam. Jezus die stuurt je erop uit en die zegt tegen jou, breng mensen weer in contact met anderen. Breng mensen weer in relatie met anderen. En misschien ben jij inderdaad wel diegene die dat mag doen. En hoe waardevol is dat? Dus ja, Jezus die geeft opdracht om zieken te genezen, om doden op te wekken, om mensen te bevrijden, maar ook om mensen weer terug te brengen in relatie met anderen. En juist in een tijd als deze is dit zo enorm belangrijk. En laten we als kerk, laten we hierin vooraan lopen, dat we mensen terugbrengen in relatie die eenzaam zijn. Daar wil ik je mee bemoedigen. Ik wil je aanmoedigen. Wees moedig. Wees verstandig. Dus dat is niet mijn oproep om tegen de adviezen in te gaan van de overheid. Integendeel. Daar houden we rekening mee. Waarom? Want we snappen ook met elkaar waarom dit belangrijk is. En daarin willen we meebewegen. Dus de overheid is niet onze vijand. Integendeel. Je wil juist meewerken. Maar tegelijkertijd wil ik je ook vragen. Wees moedig. En vraag de Heilige Geest. Leef met hem. Vraag de Heilige Geest. Wat mag ik betekenen voor die ander? En hoe kan ik mensen die eenzaam zijn terugbrengen in relatie met anderen? En ik weet zeker, de Heilige Geest die gaat je wijsheid geven, hij gaat je inzicht geven en hij wil jou hiervoor gebruiken. Heel veel zegen en tot later. Oh, vergeet niet om morgen de livestream te volgen. De livestream die is om 9:30 tot 11:00. We hebben een mooie spreekster. Marion die zal spreken, dat is voor de meeste mensen een nieuwe spreekster. Maar ik weet zeker dat zij een hele mooie bemoediging heeft. Voor ons allemaal als kerk. Dus check in via Facebook, via Ustream, via YouTube, om gewoon ons te volgen. Goed, tot dan en we houden contact. Doei doei.